Dat is een piraat. Dat is een die ja, illegaal muziek de ether in stuurt. Wij kunnen het niet laten. Het is voor open, doen we dit. Overnieuw. En dan gewoon knallen, zeg maar. Met zoveel vermogen als je kan. Ga gewoon door. Dus, het zenden gaat gewoon door. Onkruid vergaat niet. En wij ook niet. Dus de Amateur Leusdraas Jamesons, een goedemiddag toegewenst. In een schuurtje in Reutem komen de jongeren van Vinyl Power bij elkaar. Op de draaitafel natuurlijk uitsluitend smartlappen. De jongeren organiseren regelmatig centfeesten. Omdat het heel gezellig is. Dus je creëert veel sociale contacten. En ja, de sfeer waarbij zo'n GMZ eigenlijk nooit geen trammelant en altijd een boel gezelligheid. Veel bekend wat je kent. Wij organiseren dat zo'n weekend van tevoren. En dan gaan we van alles ja, regelen. En als er zo'n feest komt, dan hebben we een schuur of een tent. En dan zetten we het spul op. En draaitafel zetten we er neer en dan komt massa staan. En dan gaan we dat wegzenden, gewoon met de zender. En dan komt, ja, dan komt de volk op aan s'avonds. En dan is altijd een gezellig feest. En op dat soort feestjes komt met gemak een paar honderd man af. De gemeente Tubbergen gaat vanaf nu streng tegen dit soort feesten optreden. Als ze worden gepakt, dreigt er een fikse boete. Komt iemand langs, een ambtenaar, en ja, die heeft een brief bij zich. Die moet de grondeigenaar in handen nemen. En dan heb je vanaf dat moment dwangsom, moet je binnen 2 uur alles weg hebben. Lukt je dat niet, krijg je vaak 10.000 euro. Dus. Wat betekent dat, dat je nu stopt dan met de activiteiten? Nee, we gaan gewoon door. Dus, het zenden gaat gewoon door. Onkruid vergaat niet. En wij ook niet. Geneerd, denk ik. Maar denk je dat je niet gepakt wordt of heb je zo'n dikke bankrekening? Nee, die bankrekening, daar valt ook wel meer. Maar de pakkans, ja, die zit er wel. Maar ja, weg is pech. En ik hoop dat de plaatjes een beetje in de smaak komen van zo, hè. Zoals van vangst, zit hem goed in Haberikhoek. Dat is een piraat. Dat is een die ja, illegaal muziek de ether in stuurt. Wij kunnen het niet laten. Het is voor open, doen we dit. Overnieuw. Ik zit te kloppen. Met de grote masten komen, met de antennes, met dit maar allemaal vergekken hoe is. Hadden we ja, van hoe te laten nu zeg maar. De andere zullen zelfs nog hebben zitten in verbinding hier met uitzending van de OET-radio, de studio's onderaan. Dus zelf werd de 2 keer uitgehaald, uit de lucht. Boeders betalen die uiteraard allemaal samen, met een clubdeel daar. Wat laat je hier van de voortuig? Dat ik als klein keelke in aanraking kwam met de muziek, door dat in huis uit aansteun. Op school, met de kameraar, kreeg je dat ja, wat met. In het genre waardoor aansteed, wat je mooi vindt. Dus zo kom ik, ja, ben ik in aanraking gekomen met de piraterij, met de geheimzinnen, om het maar zo te noemen. Ja. Dus luisteraars, hele goedemiddag toegewenst. Je luistert naar de Buddenbosgeel. En we hopen dat onze ontvangst goed is van polka, sprake van muziek. De plaats is speciaal draaien voor ons maander in Tubbergen, ook in voor pa aan die kant. Ik had een beetje de pech dat ik de 2 keer snel achter elkaar uit ben gehaald. Voor mij zat er nog geen 4 weg tussen. Oh ja, dan is het hoger, hè? Ja, nee, dat was nog in de gulden tijd, dus dat op zich wel een HMR. Maar ik moest naar Almelo, dus voor de rechter verschenen. Een gelukje voor het piratenstation De Bende uit Twente uit Enschede. Ze dachten apparatuur voor een piratenstation gekocht te hebben, maar het bleek van de oude zender van Radio Rosita. En daarbij kregen ze ook de zendmachtiging en zijn ze onbedoeld een legaal radiostation geworden. Op jullie zoektocht naar allerlei apparatuur kwam je in één keer met Radio Rosita. Ja, ik was samen met mijn collega hier waren we daarheen gegaan. Ja, een beetje onderhandelen met de persoon, maar hij had het constant over een radiozender. En ik had zoiets van, maar we draaien al met de naam. Dus de radiozender, dat boeit me niet zoveel. Uiteindelijk toch op een overeenkomst gekomen. Toen we het spul allemaal inladen in de bus, viel dit bord ertussenuit. En toen stonden we echt een beetje verbaasd te kijken van, oké, er staat gewoon een kavel op. Een echte FM-frequentie. En toen hadden we zoiets van, oké, en nu? We zijn dol benieuwd met elkaar hoe het per gemeentje RIVR mag, hè? Maar dat past toch eigenlijk helemaal niet bij wat jullie doen? Want wat jullie doen is allemaal zo illegaal als een eten en dan heb je in één keer een legaal station. Klopt, dan is de lol er wel een beetje vanaf. De spanning en sensatie, dat is er dan wel een beetje af. Echte piratenmuziek op de illegale manier. Ja, dat is gewoon een frequentie pakken en dan gewoon knallen, zeg maar. Met zoveel vermogen als je kan. En dat is meestal dan ook de illegale kant. Dus de Amateurs Luisteraars, een bijzonder goedemiddag toegewenst. Dit is aan de band hier, de zender Bord FM, alias Bende uit Twente. Een nachtmerrie eerste klas. Ja, dat was niks van aan het redden. En wat dacht je toen bij jezelf?
ja, je levenswerk wil ik niet zeggen, maar toch wel een heel deel van je ja, vrije tijd, hobby is weg. Het is gewoon na alle jaren opgebouwd en dit is gewoon het is weg. Ja. Want wat stond hier allemaal? Nou ja, een complete studio, alles erop en eraan. Ja. Ja. Vroeger was dit een tussenhaakjes suipkeet. En die hebben we omgetoverd tot studio. En ja, in al die jaren is er van alles verzameld. En ja, dat is in twee uurtjes in rook opgegaan. Hier, mooie Jackie. Hoeveel is er al opgehaald? Ik heb geen idee, maar voor mij is het tussen de 25.000 en de 30.000 euro. En met dat geld lukt het om weer een zender in de lucht te krijgen? Nee, dat is de platencollectie met alles erop en eraan, apparatuur. En dan praat je nou over wat zullen we zeggen? Ik denk tussen de 75.000 en 100.000 euro.